De oorlog tegen de Turken. Zij hebben hun overwinningen te danken aan onze ondeugden. Dit blijkt duidelijk uit de geschiedenis. Onze conflicten, onze ambitie en de trouweloosheid van onze vorsten hebben altijd tot de meest afschuwelijke rampen geleid. De onverzoenbare rivaliteit tussen Cantacuzenus en Palaiologus zette voor de Turken de poort naar Europa wagenwijd open. Als de onwetende massa de naam Turken hoort, ontsteekt ze onmiddellijk in grote woede. Wordt ze bloeddorstig, begint ze te razen en scheldt ze hen uit voor honden en vijanden van de christenen. Het komt niet bij de massa op dat het in de eerste plaats mensen zijn en bovendien halve christenen. Ze vraagt zich niet in alle ernst af of er een legitieme reden is om oorlog te voeren. We moeten ons er goed van bewust zijn dat iedere oorlog, ongeacht met welk volk die wordt gevoerd, veel smart brengt. Dit blijkt uit alle oorlogen die wij, christenen, al jaren op goddeloze wijze tegen andere christenen voeren. De hartstocht waarmee wij de wapens opnemen tegen de Turken is dezelfde als waarmee zij vreemde grondgebieden bezetten. Wij laten ons meeslepen door machtswellust. Wij raken opgewonden als we rijkdom zien. Kortom, wij strijden als Turken tegen de Turken.